Ik ben Ernesto, ik ben een Cubaan. Ik wil graag wat zeggen wat betrekking heeft op de politieke situatie in mijn land. Ik heb ervoor gekozen om niet herkenbaar in beeld te komen, omdat dit voor mij en mijn familie consequenties kan hebben. Wat ziet u als de oorzaak van vluchtelingenstromen in de wereld? Er bestaat een grote schending van privacy. Omdat er in elke straat woont er een spion. En deze controleert van alles. Waar doe jij je boodschappen? Om hoe laat ga jij naar bed? Met wie ga jij naar bed? Om hoe laat sta je op? Wat doe jij? Er is zelfs geen gelegenheid om met je vrienden samen te komen en te praten over bepaalde dingen. Omdat zij dan vermoeden dat er een bepaalde soort van samenswering bestaat of in oprichting is. Wat dient er aan aanvullend beleid gedaan te worden om het probleem van overvloed van vluchtelingen te keren? Ze zouden met het volk zelf moeten praten, omdat als er een delegatie uit het buitenland komt, dan krijgen zij een vervormde versie van de overheid en het volk kan zelf het beste hun situatie uitleggen. En de delegatie van buitenaf ziet die situatie nooit, want het volk wordt daarvoor afgescheiden. In hoeverre is het veilig in het thuislanden als verzekeringsmaatschappij in dezelfde situatie door een hoge premies vragen voor de TV-koer? Het is een hele moeilijke vraag. Er is namelijk te veel controle in Cuba en het is heel erg moeilijk om dit tegen te gaan. No tengo la menor idea que pueda pasarle, pero sería sancionado. ¿Y sancionado es que se vaya a la cárcel? Puede ser a la cárcel o no sé, a qué otro sitio. ¿No? En voor de Cubaan die dan gefilmd zou worden, deze zou dan door de staat in de gevangenis gezet worden of misschien wel erger, maar hij zou in ieder geval wel vervolgd worden.